Hallo allemaal, welkom bij deel 10 van The Sims. Ja, heks, ja. Oh, goed, ja, dat heb ik ook van de gehoord. Ik heb nog een bescoop weer vergeten. Ja, deel 10, joepie. Nou, zometeen gaat de buns weer allemaal werken en school, weet ik van wat allemaal. Zoals ik al zei, ik laat er even een tijdje alleen gaan, want het is nou wel van de 4. Ja, Turkije zal niet zo snel gaan, neem ik aan, maar. Oh, 5. Kijk, dat bedoel ik. Dus we laten de vlog maar even alleen naar school gaan, want. Anders haalt ze de. Ik wil niet 20 delen erover doen dat ze naar een andere school gaat. Ik wil het wel met een deel of 2, 3 gedaan willen hebben. Want. Ik wil niet meer dan misschien 30 delen van die maken, maar misschien dat het wel minder wordt. Want als jij maar van dat school af bent, is eigenlijk de LP klaar. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel leuk om met deze familie te werken. Oh, Spooky, wat kijk je me verleidelijk aan? Dag jongen. Zo, dus. Over 2 minuten, over 2 uur, over 2 uur, oh 1 uur witte. Stop en naar school. Je moet ze altijd in de gaten houden, want als ze eenmaal staan te ouwe hoeren, dan kan niet, je hebt dus over 2 dagen naar school moeten. Alles is 2 dagen, oh nee, 2 uur hier. Oké. Okay. Ze zit op school, ze kan de telefoon niet al beantwoorden. Ah, dat gezeik. Ja, nee, trouwens, dat kan niet, want ze zit op school. Dus kunnen we niet bekijken. Hoppakee. Goed gedaan, Claudia. Door het schoolproject snel te voltooien, schieten je cijfers omhoog. Ga zo door. Dus ik krijg wel een project op dat ze op die school. Ik ben. Ik ben er. In mijn vorige upload dat ik dit deed, heb ze geen dingen gehad. Maar ja, dat duurde ook maar 3 dagen. Dus dan moet ik zo van. Dan krijg ik zo'n melding van dat ze van school komt. En ik zeg verdomme nog. Ja, doe maar. De deur ploppen. Als je is van school af en je moet je aanmelden bij de universiteit. Shit. En ik had net daarvoor gesaved, dus ja, ik had ook niet meer gesaved. Dus ja. En Regina gaat werken, Steve gaat werken. Oké, het college van Jennifer begint over 1 uur. Hartstikke mooi. Claudia is aan de school dus. Yep. Oh, de zon is vergeet niet, maar dat boeit me niet. Ik kan altijd de film terugkijken, dus En het is deel 10, dus. Come on! Want ik wil dit huis weg. Ja, weg uit dit huis, namelijk. Ik wil naar mijn eigen huis. Mijn vierkante box. Ja, ik vind het wel een prettig huis om hier te wonen. Het is lekker ruim. Geen rare hoeken zoals hier. Er zitten wel trappen in, maar die staan tegen de muren aan. Dus die verbruiken minder plek. En Jennifer gaat naar college. Dus we hebben even niks te doen. Morgen is alweer een beetje. Ik kan alweer wat beter zien. Nou, tussen nu en de volgende aflevering zit waarschijnlijk 2 uurtjes. Dus dat kan wel kloppen. Want ik denk, ik ga deel 2 maken. Gaat mijn telefoon natuurlijk weer. Is dat een grap van me? Dus heb ik even zitten oude Nederland met hem. Want die had ik al een hele tijd niet meer gesproken. En Jeroen, als je kijkt,
Gaat lekker. En we lekker babbelen. En die vragen ook dat die. Ik ben hier ook een Oculus Quest. Maar ik weet niet hoe dat Rec Room in elkaar steekt. Dus ik had hem uitgenodigd. Ik had mijn VR weer opgezet. Rec Room opgestart. Dat ik hem uitgenodigd heb. Vriendenlijst. En ik zeg, kom maar met me mee. Dan heb ik hem alles uitgelegd wat ik weet van Rec Room. En ik weet ook nu niet alles. Maar ik weet wel hoe je naar andere kanalen kan, et cetera. We hebben meestal game kanalen hebben. Want ik kan dat spelletje kunnen spelen. En Among Us is binnenkort ook in VR. Ah, yeah. Daar ben ik gehyped op. Among Us in VR. Kun je het voorstellen dat je de moorder wordt, je wordt vermoord, maar dat je het daadwerkelijk ziet gebeuren bij je eigen? Je kan wel op een televisie kijken, dus het is een leuk spel hoor. Vergis je niet, ik speel het graag. Maar VR brengt toch een extra dimensie. Ja, en ik hou van VR. Zo. Dat weten jullie nu ondertussen ook. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5 VR-brillen, 4 Oculus en 1 voor de PS4. Hier, dat bedoel ik. Ze hebben de huiswerk gedaan, alles. En dan krijg je nog dit. Ik vertrouw dat hele systeem niet. Als zit je die boeken te lezen, krijg je het ook, dus. Je zal zometeen weer in de school moeten, denk ik. Het is pas 11 uur. Nee. Dan gaat ze zometeen toch naar school. Want dit is voor over 24 uur, over 21 uur, 2 dagen, 2 dagen. Greta, wat kan jij nou weer doen? Maar je hebt ook een sleutel. Mooi, dan hoef ik me je niet te entertainen. Dit sociaal maatje. Irritant. Ja, fijn dat ze met 0 gestegen zijn. I don't give a shit. Tuurlijk. Dat mag hoor. Maar weet je wat, misschien zit bij jullie wat. Eerst, ze wil beste vrienden worden, maar we kennen elkaar nog niet eens. Hebben we geen vluchtigen? Nee. Dan doen we een aardige introductie. Jij bent toch jongvolwassen? Ja, dat zijn. Oh, zij is een tiener. Ik denk hem, waarom kind zou hadden niet? Nee, dat is natuurlijk van haar een vriendin. Ja. Oh, daar had zelfs eerst de verkeer. Althans, verkeer had ze steeds mee gevlucht. En toen zag ik, hoe heet ze? Nee, die past beter. En de video staat weer stil. En de video staat weer stil. Ik moet toch even gaan in kijken naar wat voor een capture-programma ik ga nemen. Ik ben niet van plan om meer dan 20 euro per maand te betalen. Want dat die pro-dinges, dat kost 39 euro per maand. Ja, per 2 maanden. Nou, dan begin ik niet. Ik wil het eigenlijk een pakket kopen waar geen abonnementen van zit, want dat vind ik gewoon prettiger. Want ik gebruik het niet elke dag. En elke dag dat je niet gebruikt is weggegooid geld. Ja.
bring me a... so bound down him. Heb jij je... Nee, niet echt. Wat is er? Alexa, set timer 20 minutes. 20 minutes, starting now. Thank you. Ik vergeet de volgende tijd, vergeet ik zet Alexa. Nou, zeg de naam weer, dat ze weer... Nou, als jullie nou eens even naar huis komen, ik wil weten hoeveel jullie hebben, want jij verdient meer dan hem, terwijl hij een bankfunctie heeft. Het is wel eerlijk ten opzichte van dat de vrouw nou meer verdient dan de man. Daar maak ik geen probleem van, maar ik vind het zo raar dat hij doet dat werk. Gaat naar 70 euro per 70 simoleon per uur meer verdienen. Maar ja, zij zal soms ook wel. Even kijken, moet je. Nou ja, dat weet je toen niet meer, denk ik. Keihard werken. Doe even standje 3. Hij blijft alleen stilstaan. Kom op nou. Kom op, tikken, 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 tikken. Je kan het redden. 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 Cijfers zijn gestegen. Ja, heel mooi. Ze was al 6. Oh nee, ze was 5. Ik weet het niet. Kom op, tik hem nou, tik hem nou, tik hem nou. Fuck you. Nou, morgen dan. Rot op. Dat vind ik zo gezaaid dat het paaltje is, maar hij trekt hem niet verder. Oftewel, het spel wil gewoon niet dat ze promoveert. Dat is het hele rijk. Dat is de hele klus. Oh, toch wel? Oeh. Investeerder, 112 euro. Nee. We gaan investeerder worden. Ik kies altijd het beroep met het meeste betaald. Zo, we flyen. Ja, ze is wel gepromoveerd. Want ze, En Steve is ook naar huis gekomen. Dus gaan we even kijken. Ze hebben 112 euro per uur. Oké. Steve, je hebt, kijk, nou je hebt die boeken, dat is tenminste maar makkelijk. Hoe lang is het nu al? Steve heeft het gevoel dat deze carrière toch niet de juiste... Even rot op, man. Steve heeft 60 euro. Ja, is hem al niet. En is niet eens gepromoveerd. Zij verdient 37 euro. Oh, dan verdient hij toch meer. Oh nee, want zij verdient 112 euro per uur. Nee, niet. Zij verdient 112 euro per uur. En hij heeft ook nog de volgende bonus ontvangen, 746 euro. Had ik gisteren snert gemaakt. Kijk, ik had nog een braadworst in de ijskast liggen, die had ik ervoor bewaard. Kijk, die braadworst is de plakjes geplakt. Was nog niet gebakken, dus rauw in de pan gegooid bij de snicht. Een 10! 9,5, nou dat zeg ik. Wat vind ik, hier ben ik heel blij mee. Want ik had gezegd, van, als ze een 9 haalt, ben ik blij. Dat is altijd een 9,5, dus klasse. Het is tijd om je in te schrijven voor vakken bij de Universiteit van Brightchester. Ja, dat gaan we op meteen doen. Computerwetenschap 2. En dan doen we 2 bij. Is er iets wat je kan doen extra voor computer? Nee.
Nee, dan doen we gewoon FIFA. Zo. Thuis. 250. 710. Want we krijgen die korting van die beurs die we aangevraagd hebben. Betaald met het huishoudgeld. Betaald. Oef. Zo, je hebt je school wel betaald. Hartstikke idee. Nou, dan kun je meteen gewoon beginnen. Je zit achter de verkeerde computer, liefjes. Nee, niet. What the fuck? Oh, ik heb haar geselecteerd. What the fuck, ik denk al. Universiteit. Kijk of we zo kunnen huiswerk kunnen maken. Universiteit. Zelfstudie. Huiswerk overschrijven. Afkijken, afkijken. Nee. Nee, ik wil niet afkijken. Oh, dat bedoel je met overschrijven. Nee, oké, dan ga je gewoon je huiswerk maken. Oh, je hebt ook weer een presentatie. Ah, dit is hier het dans, zeg. Daarom wil ik van huis veranderen, want het is gewoon nergens op plek. Dus die kant er nou ook eens een keer werken? Nou, goed toch. Kan ik er nou echt nergens buiten kwijt? Want daarom wil ik weg uit dit huis, want je hebt gewoon geen ruimte. Informatie vastleggen, want dat heb je huiswerk, heb je dan al gedaan, want dat gaat weer een hele nacht duren. Daarom niet. En moet je LDC moet je ook nog doen, dus oké. Okay. Hij zegt het niet. Geef een presentatie, die moet je ook doen dan. Maar ja, ze hebben ze nog een keer moeten overmaken, dus. Who are you? Dat ken je niet op zaterdag. En daar ben je. Huh. Ja, je moet niet in je duim prikken. Zie je. Ik kan ook voor je mee prikken, hoor. Ik heb ze in de lade. Ja. Er is een doosje uit mijn handen gevallen. Leggen al die dingen in de lade los. Maar er waren er ook een paar op de grond gevallen. Ik heb niet gemerkt. En ik loop en ik denk, zo doe mijn slof heen. Ah. Toen kijk ik naar mijn pantoffelen en denk, oeh, die zijn ook aan vervanging toe. Want ik loop bijna op de bodem. En nee, ik heb nog geen nieuwe sloffen gekocht. Ze zijn al echt aan het keten misschien. Het kwam ook zo stil. Maar ze zijn echt aan van niet toe. Want er zit een gat in de bodem. Klasse. Maar ja. Misschien dat ik morgen nieuwe stoffen haal. Misschien. Nou, weet je wat? How the fuck kan jij binnenkomen? Je hebt niet eens een sleutel. En waarom ga je er via die deur weer uit? Je kan toch teruglopen?
Nou, laten we deze nummer even afsluiten. Want dat gezeik moet ik niet hebben. Op slot doen voor iedereen behalve het huishouden. Deze van het huishouden. Zo. Ze dan niet voor de deur staan, gaan ze niet muis binnen om er daar uit te gaan. Ik vind het zo belachelijk, ze hebben niet eens een sleutel, maar ze kunnen wel naar binnen. Je bent bijna klaar. Kijk, het is alweer 9:30. En ja, het is een vampier en ik heb al een keer uitgelegd. Het kan een vampier zijn, maar ze hebben ook recht op vrije tijd. En ik kan het beter nu doen, want dan heb ze het gedaan. En als ik het morgen of een andere dag doe, dan moet het alsnog zo gebeuren. Dus dan doe ik het liever meteen en is dat geregeld. Dan kan ze morgen meteen dat ding inleveren, maar ze moet ook nog in de zee maken. Dus ik heb het uitgezet. Ja, met de soep, ik had een Unox-blik soep meegenomen. Ik had geen zin om het zelf te maken, want er gaat zoveel tijd in zitten. Oké, bijna klaar. Ondermaats. Verfijnen en organiseren. En dus daarom heb ik haar huiswerk gemaakt. Want als ze dat ook nog eens een keer had moeten doen, had ze niet alles afgekregen. Want dan... Wij moesten naar school, dus. Want dit gaat waarschijnlijk tot 3:30 duren. 3:00 misschien. Niet ouwe hoeren, want dan gaat het nog langer duren. Rot op. Geen groef met dingen, het echt. Als jij nou weer, als er weer geouwe hoert wordt, ga jij naar boven. Dus. Hou er rekening mee. Oh ja, dan met die mag jij horen. Ga dan even naar hem toe. Nee, laat opzouten. Want dan staan ze met z'n tweeën hier. Dan wordt er zeker weten te gaan hoe tegen hem. Waar is hij hier? Ga lekker horen met hem. Zo. Fuck it. Laat mijn sim alleen. Oh, weer even mijn camera resetten. Ik word er een beetje moe van. Ik heb begrepen dat jullie dit wel kunnen zien. Het spijt me. Het layout. Uit. Positie wisselen. Nee hoor. Ik zou de video opnieuw moeten starten, maar dat doe ik niet. Alexa, hou me niet in, minder slecht. Alexa, hou me niet minder slecht. You have 6 minutes and 50 seconds left on your 20 minute timer. Yes, thank you. En ik weet niet wat het is met het NVIDIA programma, want ik heb het al 20.000 keer opnieuw gedeinstalleerd en een nieuw programma gedownload en geïnstalleerd en het gezeik blijft. Zal u niet aan uw huiswerk gaan beginnen, mevrouw? Want anders loop je weer achterstand op je huiswerk. Dat schoot in één iemand gedacht dat ik thuiswerk zag. Ja, ze heeft thuiswerk gemaakt. Nou, oké, dat is één keer gebeurd als je het vergeet. Het zou kunnen, maar dat je dan achterstallig doet. Maar terwijl ik weet dat ze thuiswerk had gemaakt, had ze alsnog achterstallig huiswerk. Ik denk, zo wel. Twaalf uur. Ik denk dat je hem nog een keer moet overdoen. Want goed ben ik niet tevreden mee. Dus wat ik zeg, dat zal wel voor 4:30 worden dat je klaar bent. Het is nog steeds normaal. Het was ondermatig, dus het is al iets gestegen. Maar dit is normaal en daar ben ik ook niet tevreden over.
Ik wil dat ze gewoon een goede cijfer had. Bars of rock. No parabola. 8 van 12. Nou, die heeft huiswerk af. Heel mooi. Uitstekend. Ze kunnen verder aan sluiten. Oké, doe je het nog één keer. Nee. Maar dat is de laatste keer. Wat het nu wordt, is het. Want dan heb je 3 keer gedaan. Niet ouwe hoeren. Zo, die mieten jij nou eens een keertje op. Dat gauwe hoe van je. Hier, ga slapen. Rot op. Oh, man, ben jij toch een irritant koter, zeg. Met het gelul van je. Nee, mijn kanaal is niet kindvriendelijk, dus. Ben je nog steeds niet gewend om het te doen? Prik je nou nog steeds in je vinger? Oh, met een haar ribben. Dan kan ze dat ding opbergen. Als het klaar is. Jij bent nu klaar. Nee, want dat is die oude melding. Zeg maar, het geloof van die Sims, jongen. Verfijnen en organiseren en je bek houden. Wat krijg ik 1000 euro voor? Of krijg ik 1000 smolies? Oh, ik denk dat ik hierop geklikt heb. Nee. Dat doen we niet. 32 bedoel ik. Het is 32, wordt 31. Dank u. 874. Waarschijnlijk omdat ik tegen haar zei van niet lullen, maar dat ik hier klikte. Zouden ze oude hoeren en gewoon hun werk blijven doen? Boeit het me niet. Nee, maar ze vallen stil. Ah, vader, ga maar. Dan luister je wel. Luchtgitaar. Nee! Oh god, ze wordt dorst. Steve. Oh, sorry. Die vertragers plaatsen. Kun je weer daar boeren? Het is wat, hè? Je kan het ook automatisch in je zak steken, hè? Of hij het ook kopt. Ja, nou, dat social ben ik gestaan, kan me nou niet meer schelen. Oprotten. Nou, jij kan ook weer lawaker worden, want je hoeft niet te slapen. Zo, hé, we hebben allemaal onze dingen gedaan, neem ik aan. Tuurlijk niet. Oh, je wacht even, jij moet telefoons vergaderen, dat is goed. Dat kun je nu doen. Oh nee, want er is waarschijnlijk nou niemand aanwezig. Oh, kan wel, oké. En jij zit al achter de computer, dus... Werk? Nee, niet werk. Web. Aandelen onderzoeken, dat moest je doen. Ja, zei ik toch niet. Aandelen onderzoeken, ja. Oké. Okay. Je moet over 5 uur, dus je hebt 5 uur de tijd om het te doen. En jij bent aan het bellen, neem ik aan. Ja, oké.
nog niet begonnen, dus stop even lekker met de computer. Want als je wel begonnen is, zie je dat hier al. Net begonnen. Het staat nou niet begonnen. Blijkt dat alles zo goed werkt bij de Sims. Ah, we zijn alweer door de deel heen. Ik hoop je bij je deel mag te zien. Doei doei!